Welkom allemaal. Wat zeg je, Paul? Ik ben Paul. U hoort het al. Ik kom uit Vierpolders. In Den Briel ben ik meer bekend als de waard van het 1 april spel. Daarnaast ben ik ook bemanningslid van de Prins Admiraal. Kanonier, invalkracht voor alles en nog wat. Maar afgelopen 10 januari ben ik ook nog eens benoemd tot Poorter van 2023. Ik heb er zelf bewijs van, dus voor wie het wil zien. Ze hebben mij enorm verrast met die eer. En toen ik eenmaal van de schrik bekomen ben, toen begon dat een beetje in te dalen. En ja, eigenlijk ben ik best wel blij. Alleen wist ik natuurlijk inhoudelijk nog helemaal niet wat er op me af zou komen. Nou, de grootste verplichting, heb ik begrepen uit de annalen van de 1 april vereniging, is het openen van de Geuzennaald. Dus dat is vandaag. Navraag leert dat je dan iets over jezelf moet vertellen. Nou ja, ik ben eigenlijk helemaal geen Brielenaar. Ik kom van de andere kant van het water. Ik ben import. Maar ik woon al een jaar of 20 hier in Vierpolders. En daar ben ik ondernemer in de glastuinbouw en in een stuk in de duurzaamheid. Ik vind het fantastisch duurzaam wat deze dames allemaal betekenen. Want van veel gebruikte materialen, oude kleding, oude gordijnen, vitrages, de hele zantemkraam, weten zij prachtige nieuwe kledingstukken te maken. En het mooie resultaat hebben jullie, of een groot deel van jullie hopelijk, afgelopen weekend al in Katerijnenkerk gezien. En laten we eerlijk zijn, na verloop van tijd groeien kinderen best wel uit hun kleding. En al na een jaar of 3, 4, ja, zou dat zomaar bij de vodden terecht kunnen komen. Nou, ik wil jullie allemaal oproepen, omdat ik ook zelf een beetje met duurzaamheid bezig ben, om dat niet te doen. De dames hebben namelijk er heel veel liefde en plezier in gestoken om deze kleding te maken. En ja, als de gezinsplanning klaar is en je hebt geen kinderen meer, stuur het terug naar de Geuzennaald. Zij kunnen er weer wat mee. Er zijn trouwens ook mensen, begrijp ik, ik ben het zelf niet, die het na een jaar of 5 denken van nou, ik heb hier nou 5 jaar in gelopen. Ik wil weer wat anders. Ook dat, breng het alsjeblieft terug naar de Geuzennaald. Die dingen zijn dan waarschijnlijk 5 keer 1 dag gebruikt. Dat is toch niet versleten, zou ik zeggen. Trouwens, ik moet wel zeggen, want ik ben dan inderdaad wat langer al met deze broek bezig. Zo'n winkelhaak, je kunt het ook goed repareren en ziet er nog weer wat klassieker uit ook. Ik heb nog wel een advies aan Geuzennaald. Ik denk dat ze gewoon de afdeling vintage moeten oprichten. Als ik zie wat er op het internet allemaal te kopen is aan de gebruikte meuk, en welke prijzen daarvoor gevraagd worden, dan denk ik dat we op die manier de omzet van de Geuzennaald, zonder nog meer te hoeven maken, zomaar kunnen verdrievoudigen. Als je vintage noemt, ik geloof daarin. Vervolgens ben ik gisteren nog eventjes bij een presentatie van de gemeente geweest. Of een discussieavond van de gemeente geweest. Ik denk dat ik hierbij geen verkeerde oproep doe. Als ik vraag om de gemeente ons als 1 april vereniging is wat meer te ondersteunen. En niet alleen maar op te komen met allerlei extra regeltjes waar we dan weer aan moeten voldoen. Ik hoop dat dit doorgegeven wordt aan de gemeente. Zodat we hiermee een duurzame toekomst van de 1 april viering kunnen garanderen. Voor de rest hoop ik dat jullie allemaal zwaar inkopen komen doen. Zodat we een komende 1 april hebben, waarin we ja, eigenlijk met iedereen in de stad, mooi verkleed, helemaal in traditie rondlopen. Ja, ik vind het altijd jammer Ook niet zo duurzaam. Nee, ik wacht te lang hoor. Om te gooien met een fles. Oh ja, dat ga je toch niet doen? Tegen de deur van de Geuzennaald. Dat is jammer, dat mag ik niet doen. Echt niet? Nee, dat kan drinken. Nou ja, in ieder geval was het wel gewoon. Oh, wat is er een hoop commentaar. Ja, weet je. Ja, tuurlijk. Zo is het. Kijk uit. Oh. Nou. Ja, dat heb ik. Dat heb je als het ouder wordt, hè? Alles weet je dat. Een hele oude bal. En hier bij mijn voorbeeld. Deze heb ik 2 keer gedragen, maar hij gaat wel terug naar de Geuzennaald, want hij is eigenlijk te klein voor mij. Wees welkom.